Het is nazomer, tijd om nog te genieten van de heerlijke warmte van de zon die niet zo heet meer is. En tijd om te genieten van de hei en lekker te fietsen of te wandelen over de prachtige heide en te genieten van de mooie planten. Nazomer is ook de tijd van de warme kleuren. Warm geel, oranje, donkerbruin, zoals deze prachtige zonnebloem. En natuurlijk de tijd van de mais. Dat je de korrels van de mais kunt eten, dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar dat je ook de draadjes van de mais, ook al bekend als maiszijde, maishaar of maisbaard, kunt gebruiken, dat is eigenlijk minder bekend. Ten eerste kan je er een heerlijke gezonde thee van maken. En je kunt er een prachtige tinctuur van maken. En dat ga ik je vandaag laten zien. Het is heel simpel om te maken, dus het wordt een korte video. Laten we aan de slag gaan. Je hebt het volgende nodig voor je tinctuur. 4 maiskolven, waarvan we dus het maishaar gebruiken. Een glazen pot van 500 ml. En wodka of jenever met een 40% alcoholpercentage. Dat is alles wat je nodig hebt. En ik begin met het maishaar van de kolven af te halen. Het maishaar vind je onder het blad en is het gedeelte van de vrouwelijke bloem van de mais en heeft heel veel voordelen. Ik zal er ondertussen ook wat meer over vertellen terwijl ik de kolven schoonmaak. Maar ik wil eerst even zeggen dat ik natuurlijk geen arts ben. Dus dit zijn mijn eigen ervaringen en wat ik zelf op het internet heb geleerd en gelezen in mijn kruidengeneeskundeopleiding. Mocht je nog meer willen weten, dan zou ik je ook zeker willen adviseren om zelf wat meer onderzoek te doen. Maar ik ga je alvast een aantal van de voordelen opnoemen. Volgens de kruidengeneeskunde heeft maisbaard of maishaar een gunstige werking op je vochthuishouding. Dus het is goed voor je blaas. Het kan ook verlichting brengen bij een blaasontsteking. Het heeft effect op de nieren en op het hart. En het zou zelfs helpen om gal- en nierstenen te voorkomen. In de Chinese geneeskunde wordt de maisbaard thee of maishaar thee ook gebruikt voor een betere werking van de gal. Ondertussen heb ik dus de eerste maiskolf schoongemaakt, het maishaar in stukjes gesneden in de pot gedaan en nu ga ik ook de andere maiskolven nog schoonmaken. Het donkere gedeelte, wat je trouwens bovenaan de maiskolf ziet hier, dat gebruik je niet voor de tinctuur. Voor de tinctuur gebruik je alleen het verse maishaar, dus het lichtgroene. En het donkere knip je ervan af. Dat kan je natuurlijk wel drogen verder om er thee van te maken. Want als je het lichtgroene maishaar droogt, dan wordt het ook zo donker en kan je het gebruiken als thee. Maar voor de tinctuur gebruiken we dus alleen het verse maishaar. Wil je trouwens nog meer weten over de werking van mais, van maishaar of maisbaard? In het artikel op Aroma Lifestyle heb ik ook nog een link naar een ander artikel met heel veel interessante informatie over de voordelen van maishaar. Dus neem zeker een kijkje in het artikel. Ik zet de link ook hier onder de video. En verder wil ik nog opmerken dat mocht je zwanger zijn of medicatie gebruiken, overleg dan altijd eerst even met een arts voordat je dit soort tincturen gaat gebruiken. Bij zwangerschap zou ik het sowieso niet gebruiken, maar mocht je medicatie gebruiken of al last hebben van nier- of galstenen, overleg dan eerst altijd even met je behandelend arts. Zo, inmiddels heb ik alle maishaar geknipt en in de pot gedaan en nu kunnen we verder met de alcohol. Ik ga nu de alcohol op het maishaar gieten. En ik hou hier de verhouding 1 op 2 aan. Dus 1 deel maishaar, 2 deel alcohol. Omdat het maishaar zo licht is, is het moeilijk om te wegen. Dus ik gebruik hier de Vlox-methode, waarbij ik de hoeveelheid inschat. Dit is op zich ook een prima methode om deze tinctuur te maken. Nu roer ik de tinctuur nog even door. Dan doe ik de deksel op de pot en laat hem 6 weken staan. Waarbij ik hem elke dag even schud. Dus ik zet hem op een plekje waar ik hem wel kan zien. Deze tinctuur zet ik niet in direct zonlicht. Maar zet hem gewoon op een plekje in mijn keuken waar ik hem kan zien. En schud hem dan elke dag even door. Mocht je trouwens weten waar ik deze potten vandaan heb. Ik zal de link hiervoor onder de video ook zetten. Je ziet, nu is de tinctuur klaar en kan 6 weken staan.
Na de 6 weken kan je hem best afgieten in een flesje van bruin of blauw glas met een druppelaar of een pipetdop en kan je hem gebruiken. Bij klachten kan je dan 2 tot 3 maal daags 5 tot 10 ml van tinctuur nemen die je oplost in een glas water. En de tinctuur is, als je hem koel en donker bewaart, minstens een jaar houdbaar. Wil je nog meer leuke recepten zien? Blijf dan kijken. Ik zet hierachter nog 2 leuke interessante video's voor je op een rij. Tot de volgende keer!